Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Warboel en Agora Gezondheid. Kaka cadeautjes, kaka cadeautjes, cadeautjes in de laars of in de schoen. Die blauwe, dat is de jouwe, die van Jesse, die is groen. Die hele mooie rode is van Koen. Die hele mooie rode is van Koen. Hey, hallo allemaal. Wat leuk dat je weer kijkt naar cadeautjes. We pakken elke dag pakken wij cadeautjes uit. En we hebben een blauw cadeautje. En in dit cadeautje, er zit een liedje. Ja, en in dit cadeautje, het rode cadeautje, zit een verhaal. En in dit cadeautje, dat is een groen cadeautje, daar zit een knutsel. Ja, maar ik denk dat jullie dat al lang weten, want jullie kijken natuurlijk iedere dag. Precies. Dus dan weten ze ook dat wij nu een cadeautje uit gaan pakken. Welke gaan we als eerste uitpakken? Nou, weet jij het thuis? Als je gekeken hebt van de week, dan weet je dat we nu als eerste een blauw cadeautje gaan uitpakken. Ja. Ga jij dat doen? Ja, dat is goed. Oké. Daar komt-ie. Als roet, meen het wel goed. Na 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 na. Want ik kom van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. Ik heb voor jou mijn kleine baas, moois in mijn zak. Ben je dan wel lief geweest? Wees dan toch maar niet bevreesd. Kijk, ik heb van Sinterklaas een fijn speculaas. Na 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 na. Sinterklaas, goed heilig man, met je mooie tabbertan. Sinterklaas, je bonnen bonnen, gooi wat in mijn lege tonnen, gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Na 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 na. Ik word zo blij van die liedjes altijd. Lekker, hè? En speciaal voor Sinterklaas. Want Sinterklaas die is jarig. En Sinterklaas, dat weet ik, die houdt van liedjes. Ja, en als het goed is, hebben jullie thuis ook meegedanst. En meegeswingd en gezongen. We gaan snel verder met het volgende cadeautje. Ja. Want dat is... De groene. Een knutsel. Zal ik hem openmaken? Doe maar. Oké. Komt-ie, hè? Ik ben heel benieuwd. Welkom op de Vrije School in Zutphen. Vrije School? We gaan iets heel moois maken. Hè? Jullie hebben het al gezien. Nou, wat we als allereerste nodig hebben, dat is dat hele grote stuk rood. Tara, wat zou dat worden, dat roze? Een hoofd. Ja, hè? Dus goed kneden dat het heel, heel warm wordt. Want anders doet hij het niet, hè? Wie zoekt is, krijgt lekkers. Wie zout is de roe. O lieve Sint-Nicolaas, kom ook in.
Dan gaan we dat oplossen. Oh, kijk. Sinterklaas, zijn mantel was in tweeën gevallen. Misschien had hij hem wel gedeeld. Net als Sint Maarten. Maar zijn baard mag echt, en dan mag je er een lange baard van maken. Dan kneed je hem een beetje naar beneden. Tot volgend jaar! Maar kom. Kom. Wat hebben we toch ontzettend creatieve kinderen in de Achterhoek. Het is niet te snappen, hè? Tjonge, jonge. En die juffen en die meesters, wat die ook goed meedoen, hè? Ongelooflijk. Echt gaaf. En je kunt elke keer de knutsel terugvinden op www.warboel.nl/schuine-streep. Knutsel. Ja. Hey Sander, zullen wij het laatste cadeautje uitpakken? Ja. Want ik ben eigenlijk wel toe aan een verhaaltje. Ik ook. Een verhaaltje rondom Sinterklaas. En dat is het rode cadeautje. Okay. Zullen we die uitpakken? Ja, daar gaat hij. Ja. Ja, 1, 2, 3. Ja. Hey, nu heb ik me toch een leuk boek. Het heet Rikkie helpt Sinterklaas. Zullen we eens gaan kijken hoe dit boek gaat? Ja. Oké, goed. Daar gaat hij. Nog 2 keer slapen. En dan komt Sinterklaas. Mama helpt Rikkie met zijn brief. Wat zal ik schrijven? Vraagt ze. Ik weet het, zegt Rikkie. Gelukkige verjaardag, lieve Sint. Ik heet Rikkie en ik woon op de Witte Konijnenberg 4. Zou ik alstublieft een verfdoos met veel kleuren, een echte schilderspenseel en snoep kunnen krijgen? De tekening heb ik voor u gemaakt met mijn viltstiften. Dag, liefst van Rikkie. Kijk, hier zie je hem tekenen. Zie je dat? De volgende dag gaat Rikkie met mama naar de speelgoedwinkel. Rikkie heeft zijn brief bij zich. Hij wil hem zelf aan Sinterklaas geven. Er staan al een hoop konijntjes vol ongeduld te wachten. Sinterklaas komt zo meteen, belooft de winkelbediende. Ondertussen kunnen we alvast een liedje gaan zingen. Hier gaan we. Sinterklaas kapoentje, leg wat in mijn schoentje, zingt ze. Alle kinderen zingen mee. En na 7 liedjes is de Sint er nog niet. Beteuterd kijkt Rikkie naar zijn brief. Plots hoort hij gestommel achter in de winkel. Oh, het is Zwarte Piet, die hijgend aangelopen komt. Sinterklaas komt. Die komt zometeen. Zijn paard is opeens ziek geworden. Een paar minuten later is Sinterklaas er ook. Kinderen, kinderen, zucht hij als hij de troon opploft. De Sint is moe, omdat hij zelf heeft moeten lopen. En 1 voor 1 komen de konijntjes naar hem toe. Zwarte Piet kijkt elke keer in het grote boek van Sinterklaas. Eindelijk is Rikkie aan de beurt. Goedemiddag, Sinterklaas, zegt hij vriendelijk. Hoe heet jij? Vraagt Sinterklaas. Ik heet Rikkie, Sinterklaas. Een heel braaf konijntje, fluistert Zwarte Piet. Rikkie geeft zijn brief aan de Sint. Alsjeblieft, Sinterklaas, zegt hij. Mama heeft alles opgeschreven en ik heb een tekening voor u gemaakt. Dankjewel, Rikkie, zegt Sinterklaas. Dat is lief. Is er nog iets wat je wilt vertellen? Ja, zegt Rikkie zacht. Over uw paard. Toen mijn opa ziek was, gaf u hem 2 zoete wortelen en 3 zoenen midden op zijn neus. En wat later was hij weer beter. Hoor je dat, Piet? Zoete wortelen en zoenen.
Zouden die mijn paard ook beter kunnen maken? We kunnen het in ieder geval proberen, vindt Zwarte Piet. Want zonder uw paard krijgen we de cadeautjes vannacht niet bij alle konijnenkinderen thuis bezorgd. Lieve Rikkie, zou je ons willen helpen? Vraagt Sinterklaas. Oh ja, dat wil Rikkie heel erg graag. En samen met mama loopt Rikkie mee naar de plek waar Sinterklaas verblijft. En daar ligt het paard. Hoe heet het paard ook weer van Sinterklaas? Mirko. Ja, daar ligt hij. En Sinterklaas zegt tegen zijn paard, dit is Rikkie. Hij kan ons misschien helpen. Rikkie hurkt bij het paard van Sinterklaas. En voorzichtig geeft hij 3 zachte zoenen midden op zijn neus. Snel weer beter worden hoor, fluistert Rikkie nog. En hij legt 2 zoete wortelen voor het paard neer. En gelukkig eet het paard ze op, zie je dat? En wordt het paard weer beter. En iedereen is heel erg blij. En bij het afscheid wuift iedereen Rikkie uit. En onderweg naar huis snoepen Rikkie en mama van de heerlijke speculaas. Ik vind Sinterklaas heel lief, zegt Rikkie. Maar als ik zoenen van hem krijg, dan prikt zijn baard wel een beetje. Net zoals opa's zoenen. Ja, net zoals die van opa, lacht zijn mama. En daar gaan ze. Uit. We hebben alle cadeautjes weer uitgepakt. Echt gaaf, hè? Om dat iedere dag weer te doen. Het rode cadeautje, het groene cadeautje en het blauwe cadeautje. Precies. En morgen gaan we weer precies hetzelfde doen. Dus we hopen dat jullie er morgen weer bij zijn. Kijken dus. Tot morgen. Tot morgen. Dag. Doeg. Cadeautjes in mijn laars of in mijn schoen. Die blauwe, dat is de jouwe, die van Jesse, die is groen. Die hele mooie rode is van Koen. Die hele mooie rode is van Koen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Warboel en Agora Gezondheid.